Procureur-generaal Roy Bayanat Pandey heeft gisteren tijdens de opening van het nieuwe zittingsjaar 2018-2019 van het Hof van Justitie beloofd dat hij er alles aan zal doen om opnieuw een intelligence team op te zetten. Dit is noodzakelijk om de georganiseerde misdaad de kop in te drukken. In juni van dit jaar is de Counterterrorism Intelligence Unit ontmanteld, tot grote teleurstelling van het Openbaar Ministerie. De steeds toenemende criminaliteit baart de procureur-generaal enorme zorgen en het opnieuw instellen van een intelligence team is noodzakelijk, vindt Pandey. Versterking van het team van vervolgingsambtenaren heeft ook te maken met het stijgend aantal strafzaken van klassieke delicten, maar ook verkeersmisdrijven en overtredingen. Ook noem ik de nieuwe vormen van criminaliteit die de kop opsteken, zoals cybercrime, en met name de vorm van digitale criminaliteit, waarbij criminelen inbreken op bijvoorbeeld een computer, telefoon of het complete netwerk van een organisatie, zo snel er verbinding is met het internet. Maar ook moderne auto's en chipkaarten op bijvoorbeeld bankpasjes zijn vatbaar voor cybercrime, waarbij criminelen speciale apparatuur en software gebruiken om toegang te krijgen tot personen- en entiteitgebonden data. Pandey gaf verder aan dat het ook heel erg belangrijk is om investeringen te plegen in voldoende geavanceerde middelen en technieken voor de politie. Milieucriminaliteit is eveneens een heet hangijzer in onze samenleving en voor de aanpak zullen op zijn minst twee sporen gevolgd dienen te worden. Met name 1. Verbetering en aanscherping van onze huidige wetgeving. En het vergroten van de capaciteit om controle uit te oefenen. Ook de aanpak van wildlife crime geniet aandacht en zal geprioriteerd moeten worden. De informatie in de nationale en internationale pers spreekt voor zich. Doch zullen meerdere actoren tegelijk in actie moeten komen, waarvan de jachtsopzieners en de gespecialiseerde diensten van ROGB, van het ministerie van ROGB, in deze het voortouw zullen moeten nemen. Procureur-generaal Roy Bayanat Pandey gisteren bij de opening van het nieuw zittingsjaar van het Hof van Justitie.